En hallo kijkers en toekijkers, goed nieuwe video en ja, ik weet het is al een heel erg lange tijd geleden sinds ik nog een video heb gemaakt, maar wat ik in deze aflevering eigenlijk wou doen is huisjes gaan inrichten, want zoals je ziet heb ik heel wat huisjes gemaakt, maar ik heb nog een enkel huis eigenlijk goed ingericht, dus dat moet nog gebeuren. Ja, het is denk ik de eerste video van Minecraft Survival van 2020 denk ik, want ja, de laatste tijd zit ik niet echt zoveel meer op de server, maar ja, nu ben ik er weer eens op en heb ik ergens wol. Geen wol heb, dat is wel jammer, anders had ik een idee, maar wat ik wel even kan doen is even item frames maken. Zo heb ik er nogal genoeg, denk ik. Het ding waar je mijn item frames kan doen is gewoon hupsa. En dan kan je nog bijvoorbeeld een trapdoor maken. Dan kan je daar ook nog op zetten. Dan vind ik het zo wel iets beter eruit zien. En in plaats van enkel gewoon een simpele fakkel. Dus hier doen we dat ook. En misschien kunnen we dit ook beter aan deze kant gaan doen. Ik was dan van om hier helemaal tapijt te plaatsen, maar we hebben geen wol, dus dat wordt een probleem. En dit mag ook weg. Ik zie dat ik hier ook nog blokjes moet weghalen en dan moet vervangen door deze blokken. Waar ik even op de naam in kan komen. Wol is aan de site. Zo. En dan weer een trapdoor. Hier dan ook. Oeps, ja. Misschien heb ik ze al juist plaats. Wat ik nog kan doen is denk ik hier een paar armor stands plaatsen dat ik me wel leuk. Dus die plaats ik dan hier. En dan zo heb ons armor stand. En hier komt dan onze volgende armor stand. Wat kan ik er nog bij maken? Ik ben van plan om hier misschien een glowstone te plaatsen. Dan heb ik die fakkels hier niet meer nodig. Of laten we in de bovenste verdieping zo'n disco gedeeltje. Met allemaal noodblocks en zo en ook nog allemaal lampjes en ja, ook een gaan we hier een villager plaatsen en die moet dan zogezegd de DJ zijn ofzo. Maar nee, ik weet niet of dat wel een goed plan is ofzo. Misschien kan ik ook nog eens daar iets anders doen. Oké, ik heb hem van plan veranderd, dus ik ben van plan om boven alle furnaces te zetten. Dus maken heel veel ovens. Een hele rij vol. Of we kunnen hier ook allemaal crafting tables plaatsen of ook allemaal notebooks. Nu we hier toch notebooks hebben, laten we het hier allemaal voor de grap. Oeps, ja. Notebooks plaatsen. En dan hier plaatsen we alle notebooks. Dit is misschien wel een rare zolder. Maar ja, we moeten toch iets hebben in de zolder. Fakkel plaats ik dan hier even. Misschien heb ik hier nog iets in, of hier en daar ook wat bijplaats. Hier is toch wel een beetje donker, dus misschien nog een extra fakkel. Komt juist genoeg, want er nog één trapdoor. Zoek gaan naar wol, dus zijn er schaapjes? Ik koop van wol. Er zijn hier geen schapen. Oké, dan moeten we naar een andere plek gaan waar ze misschien schapen hebben.
die zak is allemaal volgegooid. Dus hier komt Witmolen misschien, daar komt het kasteel. Hier komt een fontein. Alleen de fontein, die moet ik nog, dit moet ik nog helemaal afbreken en nog een nieuwe fontein maken. Want ik ben er nog niet echt, ik weet nog niet echt helemaal hoe ik mijn fontein wil maken. Gaan we maar weer. Naar spawn. Hier was nog een gang. En dan komen we hier bij spawn uit. We zitten hier bij een snowgebied, dus ik weet niet of daar ook schapen zijn. Waarschijnlijk wel. Oh, dit is nieuw, denk ik. Vraag me af wat dit is. Oh, een soort van station. Oh ja, dat was de ene gat. Daar mag ik niet invallen, want ik had dat ooit één keer gedaan en ik ging toen dood. Oh jee, we zijn daar weer, die pillagers. Wat, hebben ze hier schapen? Van wie is deze basis? Ik heb geen idee. Maar het ziet er wel leuk uit. Ik vind het leuk gedaan van hier alles van berkenhout en hier alles van eikenhout. En hier is waarschijnlijk de mijn. Maar hij heeft geen schaap. Hij heeft al een paard, maar die laat ik even gerust. En een beacon. Die is hier. Ik ben een van denk ik de enigste leden die nog geen beacon heeft. Wat wel grappig is, want ja, ik ben de eerste persoon die Wieler heeft ingespawnd. Ja, volgens mij is dit de basis van gaming teenager. Hij had zo'n toren en een map. Die groen is waar wij zitten zeker. Ik zag een wolf, alleen ik heb geen potten bij me. Anders kon ik die temen. Ha, de eerste schaapjes. Oké, geef me extra veel wol. Maar ik ben van plan om de aflevering ook af te ronden. Want ja, ik heb een beetje dorst gekregen van deze aflevering. En ja, dan ga ik iets halen om te drinken. En dan kon ik zo nog een video opnemen met iemand anders. Dus ja, bedankt voor het kijken naar de video. Dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei, zou ik zeggen.